Zoals je wellicht al gemerkt hebt, kun je bij Dyson uit heel veel verschillende typen luchtreinigers kiezen. En om het jou wat makkelijker te maken, vertel ik je in deze video het verschil tussen de Dyson Purifier Cool Gen 1 en de Dyson Purifier Hot en Cool Gen 1. Laat ik maar even gelijk met de deur in huis vallen. Het grootste verschil zit er maar in dat je met de Dyson Purifier Hot en Cool Gen 1 een verwarmingsfunctie hebt die heel fijn is bijvoorbeeld tijdens koude dagen. En daardoor is de luchtreiniger ook het hele jaar door bruikbaar. Zoals je kan zien is hij ook wat kleiner dan de Cool Gen 1. En daardoor kun je hem heel makkelijk op bijvoorbeeld een tafeltje zetten. En wat heel erg chill is, je kan hem kantelen. En verder hebben deze twee luchtreinigers vooral heel erg veel overeenkomsten. Je gebruikt ze bijvoorbeeld allebei in de zomer als ventilator voor een heerlijk zacht briesje. Wat wel heel goed is om te weten, is dat het geen airco's zijn. En beide luchtreinigers reinigen, zoals de naam al doet vermoeden, de ruimte van bijvoorbeeld allergenen. Ze hebben beide een ingebouwde sensor die constant de luchtkwaliteit meet. En dat kun je op het display aflezen. En het fijne aan deze sensor is dat hij ook automatisch harder gaat werken op het moment dat de luchtkwaliteit in de ruimte verslechtert. Ook goed om te weten is dat beide luchtreinigers zijn afgedicht volgens de HEPA 13 norm. En in de praktijk wil dat zeggen dat je er gerust op kunt zijn dat alle allergenen en stoffen die het apparaat ingaan er ook niet meer uitkomen. En waardoor jij dus altijd schone lucht inademt. En bij beide luchtreinigers krijg je natuurlijk een afstandsbediening meegeleverd. Via deze afstandsbediening kun je hem natuurlijk aan- en uitzetten. Je kan de uitblaasrichting aanpassen. En je kan de verschillende standen hoger en lager zetten. En bij de hot en cool kun je ook de verwarmingsstand hoger en lager zetten. Wel belangrijk om te weten is dat deze apparaten niet te verbinden zijn met de My Dyson app. En natuurlijk niet geheel onbelangrijk. Het maximale geluidsniveau, dat heb ik even voor je opgemeten. Dat zit zo rond de 63 decibel. Dus als hij bijvoorbeeld op stand 10 staat, dan hoor je hem best wel flink werken. In principe kun je dan gewoon televisie kijken, maar in het ergste geval moet je het geluid van je televisie ietsjes hoger zetten. Verder heeft hij natuurlijk ook gewoon een gemiddelde stand en naar mijn mening hoor je hem dan bijna niet. Maar mocht je hem nou in je slaapkamer willen neerzetten als je ligt te slapen, dan heb je ook een stille nachtmodus die ervoor zorgt dat hij heel stil de lucht reinigt. Conclusie: wil je een luchtreiniger die je tijdens de koude dagen kan gebruiken voor warme lucht en in de zomer kan gebruiken als ventilator, dan is het aan te raden om eens te kijken naar de Hot Plus Cool Gen 1. En als je hem alleen nodig hebt om je lucht te reinigen en te verkoelen, dan kun je het beste gaan voor de Cool Gen 1. Nou, heb je verder nog vragen voor me? Laat het me even weten in de comments, dan kom ik daar zo snel mogelijk op terug. En anders, tot in de volgende video. Joep!